Terug op mijn zilverakker, zou ik maar zeggen. Er zijn er al 12 afgekomen. De eerste munt, ik ben 5 minuten bezig. Ik denk een Philips duit. Allee, 10 minuten, nog geen 5 minuten ben ik bezig. En het is echt. De vorige keer stond het nog vol met lijnzaadolie. Plantjes, zo van die stekkels. Ik weet niet hoe bezwaar op de schouder. En nu is het lekker omgeploegd en lekker vlak. Dit gaat kikken worden. Het is daarmee dat ik ook terugfilm. Ik heb ook als dankbaarheid aan de boer een zilveren muntje gedaan. Een 5 stuiver van 1751. Om de relaties goed te houden. Dus oké, zo moet je dat doen. Tot de volgende. Volgende vondst. Allee, punt. En ook vondst. Ik heb intussen eigenlijk niks anders gevonden. We zijn nu denk ik 30 minuten verder. Een Willemscent en ik denk het 8. Willem Halfcent, 1851, denk ik. Of het is 21, een van de twee. Nice, oké. En lekker rustig en lekker vlak. Zo hebben we het graag. Nice. Ik ga er een marathon van maken, want morgen gaan ze het al inzaaien. Dat was wel even schrikken. Dus ik ga zo lang of ik kan. Ik heb wel geen eten bij, dus zo. En ik heb nogal snel honger. Zie je hem al zitten? Allee, ik denk aan de munt is. Kijk hier, een randje. Om een duur krijg je daar een oog voor. Ik denk aan. Ik ben een beetje zenuwachtig te worden. Ah, het is een oord. Al terug iets minder zenuwachtig. Ik dacht even eerst een moment zilver. Want het is vlakbij waar ik die 1/8 Ducaton gevonden heb. Dus, maar het is wel vrij kalm, maar ik zit er toch blij mee. Oké, de derde. Op naar de volgende. We zijn denk ik nu 55 minuten bezig. Te gek. Schep nog in de grond. Ze hebben het graag, dan hebben we geen pinpointer nodig. Allee, ja, daarnet zag ik het toch. Nu even niet kijken op de camera. Ah ja, ja. Ik denk een muntje. Ja. De welke. Ik ga hem even. Een mooi, allee, toch met een mooi patina, 1 leeuwencent. Er is het 1800 of begin 1900. Altijd leuk om te vinden. Woehoe. Weer eentje in het kluitje. Allee, ik denk een munt. Het zou ook net zo goed een grote knoop kunnen zijn. Nee. Dit is een munt. Weer een koperen, denk ik. Weer een oord of zoiets, maar ik kan hem opkuisen en als dat moeite is, dan laat ik hem nog eens zien. Maar ik denk een redelijke kale koperen. Maar ja, toch muntje nummer 5 of nummer 6. En we zijn nu 2 uurtjes bezig. En ik ga proberen zo lang mogelijk vol te houden, maar ik begin al redelijk honger te krijgen. Oké. Nog een meer dan redelijk Tudor knoopje. Een mooi patina. En het oogje is ook intact, maar wel samengeplooid. Heel mooi. Gaf een heel goede piep. Ik denk een gesp die volledig intact is. Ik zie de angel. Ik kan er niet te veel over wrijven. Maar het is een hele mooie. En misschien is die wel. Nee, ik denk het niet. Het zal ook van brons of koper zijn. Maar een andere patina als de angel. De angel zit hier. De tong. De riemtong. Een mooie. Joehoe! ~30 centimeter van waar ik die hele mooie hesp vond, vind ik nu een hele scherpe Zeelandia duit. Ik denk 1740 of zoiets. Dus ik moet kijken hoe scherp dat is, man. Ongelooflijk, want de meeste koperen zijn hier echt slecht. Of nee, 17 in de 50. Maar dat gaan we thuis wel zien. Maar dit is een hele mooie, zeg. Die gaat in de boek. Woehoe, yes.